Dan zijn we bij de afsluiting. En normaal zeg ik, Jan, spreek de kijkers eens toe. Ik wil graag dit keer zelf beginnen. Jan, kom eens bij mij. Lieve kijkers. Ik ben een jaartje geleden met Jan begonnen. En ik ben toen ook vrij snel weer met Jan gestopt. Omdat de druk werd mij te hoog. En toen ben ik gestopt, dat was laf van mij. Maar op een gegeven moment dacht ik toch wel, Jan kan iets. En ik vind echt dat Jan iets kan. Jan heeft talent en Jan doet iets wat anderen niet kunnen. Dat is misschien niet van deze tijd. En dat is misschien iets niet wat de wereld op dit moment wil. En ik vind dat prima. En ik heb ook oprecht lang gedacht van Dennis, zorg nou nu je er lang in komt dat je een beetje een duurzame mediacarrière krijgt en doe wat de mensen graag van je willen. Toen heb ik gedacht, nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet goed in. Dat vind ik ook niet leuk. En toen begon ik dit met Jan te maken. Dacht, daar heb ik veel meer plezier in. En wat Jan zei, dat kan misschien soms niet, maar ik heb er wel veel lol in. En ik vind dat dat nog moet kunnen. Dat is het tenslotte ook niet meer. En nu zijn we op een moment gekomen dat onze mond letterlijk wordt gesnoerd. Want YouTube is gewoon, die heeft een monopoliepositie. Je kunt wel zeggen, ga bij YouTube weg, ga naar wat anders. Nou, dat kan. Maar dan op een gegeven moment dan kijkt er gewoon niemand meer. Dus je bent afhankelijk van YouTube. En nu zitten we wel op zo'n moment dat ik denk, dat ik het niet meer weet, weet je. Ik heb dingen opgezegd om dit met Jan te kunnen en om hiermee door te gaan, dat ik dit een mooi geluid vind. Het is humor, actualiteit, zit het in. En ik merk op straat, mensen vinden het prachtig, berichten die ik krijg, ik vind het prachtig. Ik zie Jantje weer opbloeien na een moeilijke tijd. En ik heb er zelf ook veel lol in, ondanks dat het weerstand oplevert in mijn kennissenkring en familie en werkzaamheden. Ik zou jullie willen vragen, uit de grond van mijn hart, ik wil hier volgende week nog zitten. Zouden jullie ons, alsjeblieft, en ik voel me, ik heb het net ook al gezegd, ik voel me een soort van scooien willen steunen. Want dan kunnen we hiermee doorgaan. En dan kunnen we in ieder geval nog laten zien dat er ook nog een ander geluid is in Nederland. Waar je gewoon nog kunt lachen om alles. Waar je grappen kunt maken om alles. Waar je kunt lachen om alles. En omdat je grappen maakt over alles, heb je ook net zoveel respect voor alles en iedereen. Want je lacht en grapt over iedereen. Ja, dat wou ik eigenlijk vertellen, ja. Ben je geraakt? Nou, ik vond het heel emotioneel. En warm ook. Ik vond die armen over mijn schouder ook heel fijn om te voelen.